Welkom bij weer een nieuwe Artiest van de Maand. We hebben zangers gehad, zangeressen, rappers, gitaristen, maar nog geen clown. Een echte Helmondse clown wel te verstaan. Clown Pedro! Wil van der Laan, de man achter Clown Pedro. Heel goed. Vanwaar de naam Pedro, want als je een letter mist, dan heb je een probleem natuurlijk. Dat klopt inderdaad. Nou, ik zou je vertellen, ik heb vroeger ben ik geweest in Circus Tony Bottini. En daar was ik, want wat leuke dingen aan te doen tussen de mensen en uiteraard wat rollenbollen en wat lachen hier te brullen. Zegt Benny in één keer tegen mij, hij zegt, God, zei jij wil? Hij zegt, jij kan wel eens een clown zijn. Ik zeg, oh, zo leuk dat je dat zo zegt. Hij zegt, ik heb een mooie clownsnaam voor jou. Het is Clown Pedro. En vanaf die tijd heb ik ook Clown Pedro gelaten. En toen ben ik ook eigenlijk ingerold. Want ik was eigenlijk aan het opbouwen en aan het afbouwen bij Betje. Dus uiteindelijk ben ik dus toch in dit vak terechtgekomen. Woonachtig in Helmond, ja. Ook geboren hier, want ik hoor een harde G. Dat dacht ik al, nee, absoluut niet, weer geen Helmonder. Als je weet waar ik vandaan kwam, dan geloof je nooit. Ik kom helemaal uit het Hoge Noorden. En precies te zijn uit Veendam. Oké, en hoe ben je hier terechtgekomen uiteindelijk? Hoe ben ik hier terechtgekomen? Omdat mijn ex-schoonzoon, die is artiest. Dus met messenwerper, nou en zodoende ben ik eigenlijk hier in Helmond eigenlijk beland. Doordat mijn dochter met hem weer trouwde. Hij was maar een clown. Hoe ziet een normale week van Wil, Clown Pedro, er nou eigenlijk uit? Want iedere week anders? Nee, het is een beetje saai eigenlijk. Oh. Eigenlijk een beetje saai. Het is voor mij wel lachen. Ik ben vaak bezig met de computer, waar ik regelmatig ook veel achter te vinden ben. Maar dat is dan merendeels om te kijken naar Circus Acts voor clowns. Ja. Omdat het gewoon gigantisch moeilijk is om een nieuwe act te gaan bedenken. Om een, bepaalde act, een nieuw jasje te gaan steken. Dan ga je toch de hele internet na om te kijken van hey, is er nog iets waar ik eventueel kan gebruiken voor een nieuw jasje te gaan steken. Dus dat is eigenlijk mijn week eigenlijk. Carnaval 2013 staat voor de deur. Ja. Ook in Helmond natuurlijk. Van alles overal te doen. Ja, klopt. Ga je ook verkleed? Verkleed. Ga je dan... Wel. Uiteraard ga ik verkleed. En ga je dan verkleed als Clown Pedro of als Wil, als jezelf? Nee, dan ben ik clown. Clown Pedro. Die kleedt dan met volle gelaat op voor de kinderen. Lachen hier de brullen natuurlijk. Nee, dat is altijd zo. Met de carnaval treed ik gewoon op. Gewoon gezellig. Dankjewel, Lucky. Zo. Dankjewel. Hey, tot ziens allemaal. Dag. We hebben uiteraard wel een rode draad. Dat wel, waar we ons ook wel redelijk goed aan houden. Althans, dat probeer ik althans. Maar ik wijk er altijd vanaf. Ik doe altijd heel andere dingen. Hey, dan is maar te hopen dat mijn collega daar uiteraard ook op ingaat. Hey, meestal gaat het wel heel erg goed. Maar het gebeurt ook wel. Dus ik denk, ja, dit moet toch even doorgaan. En dan komt het toch weer door mij, weer onze pootjes weer terecht. Maar is het veelzijdig? Goocheltrucs? Het is goochelen, het is jong leren, het is balletje. Je ziet hier wel de planken staan, acrobatiek erbij. Maar is nog niet klaar. Nee hoor.
Als clown kun je eigenlijk niet echt een bekende Nederlander worden. Hè? Wel een bekende clown. Dat is jammer, is dat je dat niet kan zijn. Hè? Kijk, zo is het wel. Kijk, als ik hier in Nederland optreed, ik ben hier in Nederland, ben je clown. Dan zegt men al snel, je bent maar een clowntje. Een clowntje staat hier eigenlijk hier in Nederland. Helaas, spijt me dat ik het zo moet zeggen, maar eigenlijk helemaal niets voor. Ja, wel als je in Frankrijk komt, dat is zeg maar heel snel monsieur de clown. Dan word je ook gewaardeerd. Maar hier in Nederland merk je dat helaas heel weinig. Dat vind ik toch wel jammer. Ik wou dat dat meer gewaardeerd werd. Ja, je hebt wel veel gedaan met bekende Nederlanders. Ja, ik heb onder andere samengewerkt met Johan Flemings. Samen met hem met Mai Tai. Ik heb op achtergrond gewerkt met Pierre Kaartner. Dat was een hele mooie spiegeltent, is dat geweest. En hoe ben je bij die bekende Nederlanders terechtgekomen eigenlijk? Ik ben gebeld, via artiestenmanagement, natuurlijk ook voor figuranten. Dat hebben ze me gevraagd, moet luisteren Pedro, ben jij geïnteresseerd om in een clip mee te gaan doen van de show? Dus uiteraard. Dus zodoende ben ik daar eigenlijk aangekomen en de laatste is gegaan eigenlijk via Johan Flemings. Dus dat was met Hives and Hives. Daarom meegedaan en met Mai Tai, dat was een uur. Dat was ontzettend leuk. En de hit, Hij was maar een clown. Ja, dat is mijn nummer. Dat is op jou geschreven. Nummer 1 hit. Is gewoon super. Hij is gezongen door Ben Kramer, hij is geschreven door Pierre Kaartner. Nou, het is gewoon een super nummer. Kijk, dan krijg je dus. Hij was maar een clown. De herinnering blijft aan die clown met zijn lach. Hij heeft alles gegeven tot de laatste dag. Niemand kende de pijn van zijn stille verdriet. Want er was op het einde. Zijn alle dromen van clown Pedro verwezenlijkt? Nee, jongens. Kijk, jullie zijn nog lang niet van clown Pedro af. Het einde is nog niet in zicht. Nog lang niet, nee. Kijk, mijn collega Johan Flemings, die zegt altijd, die zit tegen mij bij het circus, bij Circus Royal in Dordrecht. Van, kijk Pedro, jij sterft in je harnas. En zo gaat het gebeuren ook. Sterf in je harnas en lach je hier op brullen. Dat met clown Pedro. Door jullie zien, ik doe alles zelf. Pedro de Clown. Nou, loopt misschien de kaartverkoop voor de theaters wat terug. Hè? Ja, is clown Pedro webcam clown niks voor? Nee. We blijven lekker doorgaan in het land. We zijn zowel op Twitter te vinden, op Facebook zijn we te vinden. En het blijft gewoon clownpedro.nl, www.clownpedro.nl. Maar we kunnen ze dus vinden onder Pedro Schatertheater. Ja. Dat is overkoepelend. Dat Schatertheater, dat is een hoop om te doen. Wordt daar alleen maar geschaterd? Ja, absoluut. We schateren wat af. Ja, achter de coulissen zijn we natuurlijk wel met serieuze dingen bezig. Even praten ook wel serieus over dingen, uiteraard. Maar er is een hele hoop geschaterd en gelacht. Dat komt gewoon kijken. Schaterkloon. Hij was maar een clown. Nee, maar kijk, we gaan dat gewoon uitbreiden. Kijk, we gaan gewoon kijken hoe ver we nog kunnen. Tot zover Artiest van de Maand met Clown Pedro. Ik zeg tot volgende maand.